Vol jongens? Ah, zie. Ja, volgens mij wel. Zijn we vol? Oh. Ja, oké. Okay. AC 1031 lopen. Ja, AC heeft ons opgeroepen voor een dier in het leven met zo'n koezijn. Heeft mij nadere informatie over. Chauffeur rijdt goed bekend. Ik heb geen route, jongens. Rechts. Rechts? Oké. Okay. Ja, het zou een koe in het water zijn. Die zou rustig zijn, voelt van de weg, dus begreep ik. Zou was een dierenambulance die kan dat willen hebben. Weet je niet hoe de koe gaat reageren op onze komst? Over. Ja, dat is begrepen. Tank ook de spuiters uitgerukt met 4 man. Gelees. Prioriteit erin op. Oké, jongens. Koe te water. Boeren van de weg. Ik heb een dierambulance gedaan dat we niet weten wat de koe op onze komst gaat reageren. En het MDT staat in het soort afvoeringsinstallatie van het water. Hier door het zou hier onder de brug zijn. Gaat die open? Ja, gaat open. Wat zijn nou afvoeringsinstallatie? Ja, het zal dit water wel hier zijn. Ja. Even kijken hoor. Staat de locatie hierop of nog verder? Nog ietsjes verder, langs de brug. Okay. Verder doorrijden. Die ergens liggen. Nou, dan moeten we zoeken naar een koe. AC 1031 boom. Ja, AC te plaatsen bij de afvoeringsinstallatie. We gaan even op zoek, wilt het zorgen om ons nader over. Even de gratie geeft de bestemming bereikt, dus... Ja. Ik zie toch echt geen koe? Jongens, 1 en 2 even uitstappen. Kijk even tussen die pilaren om. Ik denk dat ik voor ons een koe zie. Ja, voor ons jongens. Ja. Ja, oh, ja. Recht verderop, ja. Ja, voor ons ligt die. Lijkt in beweging, dus... Ja, dat is een goed teken. Ik zie... Ja, koe aangetroffen. Ja. AC 1031. Plaatsen bij de koele koers vrij rustig op. 1, 2, en pompen die uitstappen. Ja, hij leeft gelukkig wel. Ja, niet heel diep hè. Nee. Hebben we weg een plekje of iets wat we naartoe kunnen gooien? Ik zal even de luik openen. Het is gewoon zin met de koe jongens, het is een stier. Oh. Let maar op, je hebt een rood, je hebt een rood lapje om je... Even kijken... Andere zijn, ja, nieuwe TS, even winnen waar alles staat. Ja, precies.
precies. Nou, kom hier maar eens jongens, ik heb hier wel een mooi touw. Wie wil het cowboytje spelen, want we moeten hem gaan vangen. Hij kan niet gooien. Ja. Opletten zo. Let maar op hoor. Dat we gaan zijn neus geen moeten trekken, dan blijft hij rustig. Ik... Ja, klopt, dat heb ik ook ergens geleden. Ik zie geen neusring. Maar nummer 1, ik denk dat jij het water in mag. Maar ja. Kijk, ja, bij deze. Als je wapen even kan aantrekken anders. Je kunt hem lokken. Ja, ik ga niet lopen hoor, dan geef ik anders van mezelf in de vlam. Nou. Nee, is geen AV'tje voor nodig, Hente. Nee. Nee, ik zag net dat de meldkamer een AV had gekoppeld. Daarom ging ik pieper op weg. Ah. Maar dat is niet echt nodig. Nou. Ik ga HV afmelden, jongens. AC, wat dan rustig. Ja, zeg, graag de HV afmelden. HV is niet meer nodig, hoor. Ja, dank u wel voor jullie zitgrap trouwens. We zijn bij de koeter plaatsen. Koers vrij rustig. Dierenambulance kunnen we zeker het meesturen. Van de boer is er geen enkel spot te zien, hoor. Als je er op af kan proberen te lopen, is vrij rustig. Ik ondersteun je wel. Kom maar. Is goed. Loop wel mee. Probeer eens van deze afstand te gooien voordat hij dadelijk iets iets aan doet. Ja, goed. Heb je nog? Ja. Nou, kom maar. Geef me dat touw hier. Ja, alsjeblieft jongens, even trekken. Hij komt al. Oh, hij komt al. Let op hoor. En hier laatste moment moeten. Ja. Oké. Okay. Goed. Oké. Okay. Is goed ding. Oh, hij gaat. Let op hoor, let op hoor. Opletten jongens. Ja, nu. Hij is los. Hij is los, ja. Dus komt die boer nog. Oh god, oh god. Ja, dat ding gaat rennen. Laat dat touw maar. Ja, touw maar los. AC 10 in een destro. Ja, koers bevrijd. Alleen die is nu een beetje los aan het lopen. Ik heb geen flow idee wanneer die boer te plaatsen. Ik kom door een dierenafstand. Daar heb ik daar voor mij een indicatie van. Ja, dierenambulance voor een minuut of 20 verder op zijn les voor. Dank u wel. 20, ja goed. Ja. Oké, dan wachten we even.